Hallo, ik ben Arjan en welkom terug bij Hearthstone. Vandaag deel 2 uit de Arena Run die ik gedaan heb met een mates op zondagavond 20 september. Ik heb dat gelivestreamd, het was ontzettend leuk. En ik heb die hele run in 3 delen opgenomen, of tenminste ik heb er 3 delen van gemaakt. Vandaag deel 2, heel veel plezier ermee. We gaan snel door. Don Maurits, welkom. Ik moet er even gaan, het zacht zit van mijn kop. Dat is helemaal, schrik helemaal rot, joh. Welkom, welkom, welkom. Leuk dat je erbij bent. Jaina versus Gul'dan. Your soul shall be mine. You asked for it. Nou, Frostbolt houden we even vast. Deze twee mogen even weg. Elven Archer. Nou, niet per se een kaart die ik nu de eerste beurt wil gebruiken. Dus dat ga ik ook niet doen. Dat is een leuk verrassingskaartje. Volgende beurt. Puddelstomper. Er zijn er wat anders naars gebeurd. Flippery. Oké. Nou, die kruisen we tegen elkaar weg dus. Wat doet hij ermee? Yes, hij haalt hem weg. Oké. Ja, en nu hè? Zullen we de wolf maar neerleggen? Laten we dat maar doen. Don't mess with Tusker. Kijk, dat is wel prettig op zich. Nu komt mijn elfje dus wel van pas. One shot. Kom maar op. Kom maar op. Dit wordt bomlobbervoer wat je opgooit. Hoop ik. Hoop ik. Ik hoop dat hij niet meer dan gezondheid heeft dan 4. Wat is hij er geweest? 5. Yes. Het is niet anders. Nou, dan maar een 5. Ah nee! Whoops. Had de wolven moeten laten aanvallen. Verdorie. Wat dom. Zie je, ben ik weer te snel, denk ik. Oh, doe maar even. Hup, hup, hup. Niks aan het handje. Slik. Kijk. Oké. Ja, wat zullen we doen, jongens? Blizzard. Zullen we een Flamelance doen? Of. Hmm.
Even kijken hoor. Ik heb wel de neiging om toch Flamelands te gebruiken. Die Blizzard kan er wel van pas komen straks. Ja, Flamelands. Zo. Toch wel. Een beetje een lastige keus was dat. Maar Blizzard, dat komt vast nog wel beter van pas. It's getting hot in here. Ah, niet mijn wolfje. Best seats ever. Never a million dice game plus one attack. Ja. Ja, dat is dan toch wel weer. Ik heb dan toch wel de neiging om die tegen elkaar weg te zetten. Oh ja, was het gezellig gisteren. Oh ja hoor, het was heel gezellig gisteren. Ik had de Gamer Geeks op visite en Albert van deze plek. En we hebben lekker toch de hoek gekeken en de hele avond Until Dawn gespeeld. Ja, je hebt gelijk. Ik had dus eigenlijk beter even kunnen wachten tot ik... Nou ja, aan de andere kant, ik heb Fireball. Hè? Dat is ook prettig. Blizzard, jongens. Ik heb geen spijt van dat ik het niet bewaard heb, hoor. Echt niet. Goed, het is denk ik nu goed om Blizzard te gebruiken, maar eerst even kijken of ik met Mad Bomber kan komen. Naar voren. Goed zo. Yep. Oké, prachtig. Dus ga ik Blizzard nog steeds niet gebruiken, denk ik. Nope. De Golem. Yep, dat. Ah, tuurlijk heeft hij een heel bot. Kijk, ik denk dat ik nu wel blij ben met Blizzard. Juist. Kijk. Komt-ie. Tikken we die weg. Deze bewaren we nog even, ze zijn toch bevroren. Gaan wij volop. Face. Molten Giant. Ik heb 11 nu, of niet? Ik heb 11.
Oké, ze moeten allemaal blijven liggen. Ai, 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 ai. Yes! Me like it a lot. Kijk. Precies tegenovergestelde van de vorige run. Die niet op YouTube staat trouwens, de vorige run. Dit misschien wel, vorige niet. Ik heb het wel naar mijn zin met dit deck. Nou is Mage sowieso 2-0, die gaat prima. Het is toch 3-0 inmiddels of niet? 3-0 Tommy, dacht ik, toch? En nou is het weg, dan heb ik het weer gemist. Hé, 3, zie. Jaina versus Uther. I will fight with honor. You asked for it. Ik hoef hier niks aan te doen, jongens. Prima. One day I'll be a real knight. Heerlijke starterhand. Ja, dat klopt mooi. Dat is wel prettig. Hmm. Ah, kom op man. Je hebt 2 mana. Wat kun je allemaal doen? Inspireren, dan heeft dit ding wat meer aanvalskracht. Lekker doen. Juist, precies. Reporting for duty. Okay. Ja. Op zich wil ik het veld wel leeg houden. Maar om nu mijn frostbolt eruit te gooien al. Oh, dat vind ik lastig. Gaan we niet doen. Kijk, nu komt hij van pas. Denk ik. Ja. Ik zou geen frostbolt gebruiken hier. Nee, daar twijfelde ik ook over, maar ik heb het toch gedaan. Ik wil nog wat voor. Als ik hem niet had gebruikt en ik had mijn Hero Power en gelijk, ik had dit ding opgeofferd, dan was ik mijn voordeel kwijt geweest. En dat is eigenlijk mijn overweging. Even denken hoor. Even denken. Hoe gaan we dit nu doen? Want ik wil de baas blijven en dat wordt nu lastig. What to do? 5 mana. Wat heb ik nu gedaan? Ja, dit was niet helemaal de bedoeling. Jammer.
Jammer. Hij houdt nu wel de controle. Ja, maar nu niet meer, Jello. Ik had het beter kunnen doen. Ik had het in mijn hoofd en het deed niet. Voor mij was er een oplossing om het beter te doen. Kijk hier, dan heb ik dit wel weer. Reporting for duty. Zullen we de tijger opgooien? Oh jee. Wel gelukkig. Dit is wel een polymorfje hoor. Dat moet wel even gebeuren dit. Dit kunnen we niet laten gaan. Polymorph of Flamelands. Nee, polymorph. Yep. Kom op, Squarto. I am the dancing master. Reporting for duty. Ja, dit wordt lastig. Ik denk dat we toch dit doen. Net Pegel? Ja, dat is lastig. Nee, daar ga ik geen flamelens tegen gebruiken. Even zien hoor. Ja. Dit is lastig. Maar hij heeft geen extra kaart gekregen, of wel? Dacht dat niet. Let me think. Wonder.
Bij anderen is het constant extra kaartgebruik. Iedere keer blijft hij minstens 7 beurten droog. Ja. Nou, daar was ik al bang voor. Daar was ik al een klein beetje bang voor. Consecration. Reporting for duty. En dan die laatste, die puddelstumpen, die tikt hij weg natuurlijk. Nee, doet hij niet. Oké. Mad Bomber, doe je ding. Goed zo. Yep. Ja, maar polymorph. Ja, moet je luisteren. Je weet nooit, ik bedoel, je ontdekt altijd dat je polymorph voor een andere kaart ook kunt gebruiken, Tommy. Ik zou echt jou wel eens willen zien spelen. Je hebt echt goede tips, maar... Het is toch wel anders hoor, als je bezig bent. Dat maakt het wel lastiger. Ik bedoel, achteraf gezien kun je je kaart het beste heel anders inzetten. Dat is nou helemaal zo. Maar je weet het nooit. Het is altijd een spur of the moment, zeg maar. Reporting for duty. Schril. Schril is een bevoegde naamwoord. Hangt een beetje vanaf waarmee je het in combinatie gebruikt. Let's move quickly. Silvermoon shall not fall. Okay. Charge Divine Shield. Nee, is prima, Tommy. Ik vind het goed, hoor. Oh, geluid. Schil. Dat betekent dat het heel knersend, irriterend rotgeluid is. Schril geluid. Niet prettig, in elk geval. Zeer onprettig. Schel. Maar ja, in plaats van het hier in de stream te vragen, kun je ook gewoon even naar woorden.org gaan. Wat deed hij verkeerd dan? Draw a card and deal damage equal to its cost. Oh ja, oké. Okay. I wonder. Ja, de uil. Een uil laat een schril geluid. Reporting for duty. Dan gaat ze zelf bevriezen. Oké. Okay. Prima de prima. Ik had beter eerst die kaart kunnen trekken en daarna maar goed doen, maar. Laat maar. Hoppakee, we kunnen in ieder geval nu vol in de aanval. Two Silver Champion. Gaat op mijn 4-1, denk ik. Reporting for duty. Restore 6 health, ja. Plus 2 Silver Champion, dus weer extra 2. Oh nee, niet. Oké. Okay. We kunnen hem ook nu steeds bevriezen met Frostbolt en dan Water Elemental opgooien. Misschien ook wel een goed plan. Dat hij de hele 2 Silver Champion niet kan gebruiken. Dat ga ik proberen, ja.
Dan gaan we de volgende keer gewoon aanvallen met de Water Elemental. En dan blijft hij die. Dan is die True Silver Champion gewoon moeilijk te gebruiken. Kijk, wat heeft hij wel zo mooi. Maar hij heeft er helemaal niets aan. En terwijl hij nu een waanzinnig mooie kaart in de hand heeft, is hij de volgende beurt zo dood als een pier. Reporting for duty. Well played. Shields off. Red alert. Well played. The victory is yours. Goed. Hij wist het al. Lieve mensen, dit zijn... Kijk, dit willen we. Hoppakee. 4. Lekker dit. Dit ga ik dus wel op YouTube zetten. En dan chop ik het in stukken. Denk ik. Ik denk dat ik al heel lang bezig ben met deze mage. Dat is voor één aflevering misschien een beetje te lang. Jaina versus Uther. I will fight with honor. You asked for it. Nou, hier heb ik allemaal helemaal niks aan. MechWarper. Leuk. Ik weet het niet, Tommy. Er rust een vloek op mijn 6 wins. Je blijft daar op de een of andere manier toch op hangen altijd. Wat zal ik doen? Zal ik de spinnetjes mollen? Laat ik het maar doen, hè. Ik moet gewoon board control houden. Dat werkt tot nu toe gewoon het beste. Dan is het lekker aan het knippen en plakken van video's. Een beetje uitkiezen hoe je het beste uitkomt. Nee, maar er is niks aan om te kijken naar een let's play van iemand die drie keer achter elkaar de arena gewoon mist. Dat is echt geen moer aan, joh. Ik zie niet, ik heb geen reden om die erop te gooien. Oké. Waarschijnlijk gooit hij hem in de puddelstumper, maar het moet maar. We hebben in ieder geval wat liggen. Weg ermee. Squire, attend me. Ready, sir. Oké, dit wordt lastiger, maar dan gooien we de tijger maar op, denk ik. Gaan we dat doen? Ja, ik wil het hebben liggen. Shush. Bij 7 plus winst krijg je gegarandeerd je goal terug. Nou, maar heb je bij 5 al wel aardig. Oh, hier, ik ga nu echt keihard aan, jongens. Dit is niet goed, dit. Dit is ontzettend slecht nieuws. Heeft ze denk ik wat ik nu het beste kan doen? Ik denk dat ik toch die moet polymorfen. Even denken hoor. Ja, dit gaat niet goed. Ik heb geen controle nu. Dat is niet zo handig. Het is niet heel handig. Hup, daar gaan we naar het tijgertje. Reporting for duty. Hmm.
Eventjes kijken, heur. Laat 2 maanden liggen. Dit is niet goed. Dit is niet goed. Okay. Reporting for duty. Wanna blow something up? Oh, de voor. Okay, dat had ik ook niet echt heel veel aan, hè? Daar had ik nou eigenlijk ook weer helemaal geen moer aan. Helemaal niks. Ah, zal ik die... Zal ik de goden maar neergooien? Zal ik hem wegfireballen, dit ding? Ik weet het niet. Ik gooi de goden maar neer. Ja, die gaat niet goed. Dit wordt mijn eerste verlies. Ik heb geen controle, dat merk je wel. Als het niet lukt om controle te houden op het bord met dit deck, dan red ik het niet. Fireball Dwarf, daar heb ik over getwijfeld. Maar aan de andere kant ruimt dit ook wel op. Ah nee, Kelterzaad! Ah, oh, nee. Jemig. Ja, daar kan ik niks mee, jongens. Ik moet dit doen. Ah, moet ik nou echt die dwerg gaan fireballen? Ja, het moet haast wel, hè. Shit, hé. Moet hij wel. Dit is zo zonde van de fireball. Ja, moet maar. Dit is niet zoals ik het wil, maar goed. Kelterzaad. Wat een mazzel, man, dat je die hebt. Ja, dit houdt niet nog een beurt vol, hoor. Hij boost hem nog eventjes, denk ik. Reporting for duty. Not on my watch. Hup, weer Divine Shield. Had ik nu maar zo'n Black Blood Knight gehad. Nou, Blizzard. Nee, niet. Okay, dat was leuk geweest. Goed, 10 mana. Dus ik ga het niet redden, dit. Uitstel van executie. Dit is heel jammer.
Get in there and fight, maggot! Nee, jammer dit. Jammer, jammer, jammer. Er valt niks meer tegen te doen. Goed. Eerste verlies. Eerste verlies, helaas, pindakaas. We gaan door. Goed, tot zover. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. De volgende keer gaan we hiermee verder. En dan zie je hoe het afloopt. Die duimpje omhoog, zet het welkom. Deel de video met iedereen waarvan je denkt die het ook tof gaat vinden. En dan zie ik je dolgraag de volgende keer weer terug. Tot de volgende keer. Bye bye.